En hier is Okje. Dag Okje, wat leuk. Zeg, Okje, je hebt een rokje. Dat is wel toevallig. Meteen, zeg, ik zie hier een enorme kooi staan met allemaal konijnen. Wat zijn het? Cavia's. Cavia's. En daar ga je het over hebben? Ja. Nou, ik zou zeggen, begin. Ik ga hier zitten. Vertel maar aan de mensen en aan mij, waarom over cavia's? Ja. Cavia's die zijn soort van begonnen in Zuid-Amerika. Ze werden als huisdier gehouden door de Indianen. En de Indianen fokten ze voor vlees en slachten ze. En ze offerden ze ook voor de goden. Ja, en ze eten ze ook in Peru en dat vind ik heel zielig. Oh, je kunt ze eten? Ja. Maar dat is toch zielig? Ja. En ze zeggen dat ze naar kips maken en ik heb zelf ook 3 kippen. Dus het vlees gaat niet in mijn mond. Nee, nee. En mijn moeder weet ook niet hoe je ze klaarmaakt. Oh, oké. Okay. Dus je hebt het wel geprobeerd. Was het lastig om die eerste cavia in de oven te krijgen? Ja, dat is niet makkelijk. Nee. Nee. Hoeveel waren er in het begin? Nou, we zijn begonnen met 20. Dus je hebt er al 11 geprobeerd? Ook 22 hoor ik. En wat doe je er dan mee als het er te veel worden? We verkopen ze. Of sommigen gaan dood. En wat moeten ze kosten als ze niet dood zijn dan? 3 euro. 3 euro? Nou, ik denk dat, dat we er een aantal kunnen verkopen, denk ik. Toch? Er zijn heel veel geïnteresseerde blikken hier. Of wil je deze 9 gewoon houden? Ja. Ja, het liefste wel, hè? Ja, en hoe verzorg je ze? Want ik zie allemaal dingen hier. Dit is een... Daar kunnen ze water uit drinken. Ja. En wat ligt er onderin? Eerst moet je zaagsel, dat is dat witte-achtig... Ja, dat is van hout. Spul, ja. Ja. En dit is stro. En zijn ze altijd zo rustig, zo? Dat ze met z'n allen zo, als een pakketje bij elkaar zitten? Als je in het hok komt, dan denken ze, je krijgt eten. Maar als je hem probeert op te pakken, dan rennen ze vaak weg. Oké, dus het is heel lastig om ze op te pakken ook? Ja. Ja, ik zat namelijk te denken. Vannacht heb ik enorm zitten knutselen. Kijk, hier heb ik dit gemaakt. Zo. En ik zat te denken, als we dan naar iedereen kiezen... en dan een wedstrijdje wie het eerst bij de finish is. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Nou, ik heb Simon Tahamata bij me. En hoe heet deze? Justina Bieber. Justina Bieber. Nou, zet ze hem alvast daar neer. Ja. En welke zal ik dan? Welke is dan net zo snel of net zo... Dat weet ik niet. Ja, kom maar. Deze ga ik voor. Misschien moet ik het hekje dicht doen, voordat ze allemaal de zaal in rennen. Kijk, huppakee. Ben je er klaar voor? Actie. Ja, we hebben de snelste gekozen, denk ik. Oh, kijk. Ja, oh, ja, nee. Ik bedoel, sorry, nu schrok hij ervan. Die kant. Ja, hé. Hey. Papanalanatana. Tatatana. Tananatana. Ja, dat gaat... Oh, hij ziet het natuurlijk niet, zo. Kijk, kijk daar eens. Kijk daar nou. Kom maar. Zo, zo, hier. Ja. Ja, ook. Oh, yeah. Ja. We hebben de winnaar. Oh, en weer weg. Ja, mag ik een duimpje applaus voor Okje. Okay.